Hallo, welkom bij Ondernemers TV. Ik ben Sipco Visser en voor Ondernemers TV interview ik leuke ondernemers met plannen, ondernemers met ervaringen, ondernemers die falen en toch doorzetten. Leuke ondernemers, niet meteen Bill Gates of John de Mol, maar gewoon een ondernemer bij jou uit de straat. Ga gauw verder en geniet van Ondernemers TV. Oké, dan heet ik vandaag welkom in Ondernemers TV Olaf Ouwerkerk van Joel. Olaf, welkom. Fijn dat je meedoet. Dankjewel. Ja, en eerste eenvoudige vraag is natuurlijk: wat doe je precies? Ik ben eigenlijk zoetwarenondernemer, zoals ik dat zo mooi noem. Dus ik heb meerdere Zoetvaren bedrijfjes ondernemer. gefocust op zoetwaren in alle soorten en maten. Ja, en sinds hoe lang doe je dat? Ik ben eigenlijk als grapje 7 jaar geleden begonnen, zeg maar naast mijn werk. Ik werkte bij een energiebedrijf. Ben een trotse inwoner van Rotterdam, dus bedacht een Rotterdam snoepje. En deed dat gewoon naast mijn werk. Maar dat werd al heel snel best wel serieus. En veel enthousiasme en veel aanvragen. Dat ik op een gegeven moment dacht: ik ga hier gewoon voor. En kijken waar het schip strandt. En nooit gedacht dat ik in de wereld van zoetwaren terecht zou komen. Als je het me 9 jaar geleden had gevraagd, had ik je voor gek verklaard. Maar nu inmiddels al ruim 7 jaar werkzaam in die wereld. Een Wauw. leuke wereld. Ja. Hey, en dat ondernemerschap, is dat nou iets wat jij van kinds af aan hebt meegekregen, waar je vroeger al kranten wijken, auto wassen en dat soort dingen, of juist helemaal niet? Nou, in zekere zin wel van de zijlijn meegekregen. Allebei mijn ouders hebben altijd een eigen bedrijf Oh, ja. gehad. Mijn moeder was schoonheidsspecialist en mijn vader zat in het vastgoed. Maar nooit de drang gevoeld om voor mezelf te beginnen. Maar altijd wel het idee gehad dat het een keer ging gebeuren. En dus nooit die druk opgelegd. Maar ik wist gewoon, weet je wel, ik was altijd de ondernemende binnen corporates waar ik werkte. Dus ik dacht van ja, weet je, die kans gaat nog wel een keer voorkomen. En dat kwam voor en dat ging gebeuren, ja. Ja, wauw. Hey, en die zoetwaren, maak je die zelf? Die verkoop je natuurlijk. En hoe gaat dat dan precies? Is dat dan winkels of een groothandels? Hoe zit dat in elkaar? Ja, heel divers. Ik produceer niks zelf. Zo Ja. werkt het ook vaak niet in onze wereld. Je hebt gewoon specialistische fabrieken. Ik heb wel bij wijze van een soort van grapje en een soort van opportunity die voorbij kwam, heb ik 2 jaar geleden een chocoladefabriek gekocht. Maar goed, dat terzijde. Gaat hartstikke goed. Maar over het algemeen bedenk ik als een soort van marketeer gewoon concepten. En verzin ik daar een snoepje bij. En ga ik dan op zoek naar de desbetreffende fabriek. En die kan in Nederland zitten, maar die kan ook in het buitenland zitten. Ja. En zodoende maak ik het complete plaatje en zet ik dat in de markt. Wauw, wat mooi. Ja. Ja, hey, en als je nou naar voren kijkt, naar de toekomst, hoe ziet het er nou over 4 jaar uit? Nou, is lastig. Ik ben ooit begonnen met webshops. Dus ik heb 7 webshops, goed lopende webshops. Dat was ook altijd een beetje mijn domein, mijn wereld. Want ik snapte ook gewoon hoe je van business to consumer moest handelen. En ik wist hoe je uiteindelijk die product-markt combinaties moest maken. Totdat 3 jaar geleden mijn compagnon op het pad kwam, Joeri. En die was hoofdinkoper bij de Jamin. En die zei tussen neus en lippen door: Olaf, ik zou het wel heel erg leuk vinden, net zoals jij, om ooit een keer mijn eigen bedrijf te starten. En ik vind het zo tof wat je allemaal doet. Kunnen we dat niet samen doen en kunnen we ons dan niet focussen echt op groot retail, dus op de supermarktketens? Dus als je mij vraagt, zeg maar, waar ligt de toekomst voor ons? Dan zal dat met name zitten in die business. Dat is een relatief nieuw merk, Happy Trails heet dat. En daarmee maken wij chocoladeproducten, maar dat zal veel meer in de snackcategorie de komende jaren zich gaan ontwikkelen. Dus niet alleen maar chocolade, maar ook bijvoorbeeld chipjes en dergelijke. Allemaal zeg maar tussendoor momentjes. En we leveren dat nu in 1000 supermarkten. En als ik dan 5 jaar verder kijk, dan hoop en denk ik dat wij meer winkels bedienen. En dat we dat niet alleen maar in Nederland doen, maar ook in het buitenland. Dus we zullen met name met dat bedrijf enorme stappen gaan zetten richting groei de komende jaren. Ja, dan ga je naar het buitenland toe. Ja, ik snap het. Stap voor stap. Want uiteindelijk, dat hebben we al vanaf dag 1 kwamen die aanvragen en dachten we: joh, we gaan daarmee starten. De praktijk leert ook uiteindelijk dat alles wat je aandacht geeft groeit.
En je hebt maar gewoon 24 uur in de dag zitten. Dus je moet ook keuzes maken. En we zagen ook gewoon dat de businessactiviteiten in het buitenland ten koste gingen van de Nederlandse activiteiten. Dus nu hebben we gezegd van joh, laten we in godsnaam eerst die Nederlandse markt goed op de kaart zetten. En vanuit daar stapje voor stapje naar het buitenland. Ja, een mooie ambitie. Zeker mooi, ja, wow. En het kan gewoon natuurlijk, ja. Dat is het mooie van natuurlijk snoep. In ieder geval allemaal momentjes waar je mensen gelukkig in kan maken. Dat is groot in Nederland. Staat nog wel eens natuurlijk onder een vergrootglas in Nederland. Maar is nog veel groter in het buitenland. Dus er liggen mega veel kansen. Maar is ook wel weer een hele lastige markt om je binnen te vechten richting die retailwereld. Ik snap het. Hey, ja. En... Olaf, in de loop van je ondernemerschap, hè, als je zegt dat je ondernemer bent, denkt iedereen meteen dat je een villa en een jacht hebt. Maar we weten ook dat er zijn ook wel slapeloze nachten. Wat zijn nou pieken en dalen in het ondernemerschap? Nou, die pieken en dalen zijn er zeker. Uiteindelijk, we wilden een soort van fundament opbouwen en dat is er. Dus uiteindelijk, het is natuurlijk als je 7 jaar geleden toen ik startte voor mezelf, weet je, toen ging ik vanuit een riant vast salaris richting grote onzekerheid. Anderzijds heb ik altijd wel die trigger gehad dat ik dacht van joh, weet je, dat kan ook een mooie motivatie zijn om elke keer gewoon te denken van joh, hoe kom ik aan mijn geld en hoe kan ik mijn broek ophouden. Maar ook tot de dag van vandaag, weet je, er loopt heel veel business gewoon goed door. Heb ik relatief weinig omkijken naar, maar zeker ons nieuwe bedrijf Happy Trails. Wat onder duw valt. Ja, dat heeft heel veel pieken en dalen. En dat is ook wel gewoon weer die start-up fase waarin we zitten. Eén moment zijn we super blij en krijgen we een nieuwe order van Albert Heijn of van een andere grote supermarktketen. En het andere moment denken we, shit, weet je, hoe komen we deze maand financieel weer gezond door en kunnen we alle rekeningen betalen? Dus dat is op en af en dat houdt me zeker, zeker, zeker bezig. Maar dat is ook wel weer een mooie drijfveer. Want als alles zo makkelijk zou gaan, dan is het misschien ook niet leuk. Ja. Maar dat zorgt zeker wel eens ook bij ons voor spanningen. En dat verplicht je ook. En dat is ook zeker niet makkelijk om keuzes te maken. Wat je wel en wat je niet doet. En waar je geld wel aan uit gaat besteden, gaat geven. En waar niet aan uit gaat geven. Ja. Best wel spannend. Ja. Nog steeds. Ja. Oké. Hey, en de hele COVID-pandemie, die ligt natuurlijk al geruime tijd achter jou. Heeft dat nou een grote impact gehad op jouw bedrijf? Nou, kijk, tot voor kort was ik met name gefocust op webshops. En als er één business segment in ieder geval heel veel profijt gehad heeft van de COVID, en dat zeg ik dan tussen aanhalingstekens, dan is het online verkopen natuurlijk wel geweest. Ja. Dus dat zijn tot de dag van vandaag, zeg maar, misschien wel onze beste jaren geweest. Omdat mensen niet naar de winkels konden en uiteindelijk ook gewoon zichzelf wilden verwennen en iets online wilde kopen. Dus uiteindelijk, maar natuurlijk als mens heb ik daar ook wel van geleerd. En ook leren waarderen van wat je hebt en dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar business-wise ja, liep dat fantastisch door. Zal dat in deze fase van ons bedrijf anders zijn? Ja, in zekere zin denk ik ook niet. Want we zitten natuurlijk in die foodsector. En die foodsector heeft altijd gebloeid. En is blijven bloeien. Kijk maar naar de supermarkten. Die hebben allemaal gewoon all-time high omzetten gemaakt, volgens mij, in die periode. Zeker. Maar maakt het menselijk contact natuurlijk wel veel, veel lastiger. Om ook bijvoorbeeld juist te groeien als bedrijf. Om gelist te worden bij meerdere grote supermarktorganisaties als die gesprekken niet kunnen plaatsvinden. Je zag wel dat veel winkeliers, veel grote bedrijven, waren ook best wel voorzichtig met het sluiten van nieuwe contracten met nieuwe bedrijven. Dus uiteindelijk, ja, voor ons heeft dat heel veel positieve impact gehad. Zou dat deze fase van het bedrijf ook zo zijn? Ik denk deels, maar ook wel weer lastig. Dus uiteindelijk, voor ons heeft het veel goede dingen gebracht. Ondanks dat het natuurlijk op gezondheidsvlak voor mensen natuurlijk zeker niet altijd het geval is geweest. Nee. Ja. Nee. Hey, en over het ondernemerschap, wat zijn er nou dingen die jou inspireren? Kijk je eens een film of lees je veel boeken of influencers, podcasts? Waar haal jij je ideeën vandaan? Nou, met name gewoon ook veel veel kennis delen met anderen. Mensen die in dezelfde fase zitten als waar wij zitten. Dan is het ook af en toe heel fijn om te horen dat het bij andere bedrijven net zo moeizaam gaat als bij ons.
Maar daarentegen natuurlijk ook wel bedrijven die al een stapje verder zijn en die de lastige jaren al gehad hebben. En die gewoon, maar ja, dat geeft ook een soort van vergezicht. Dat je denkt van oké, dat je deze kant kan het ook opgaan. En ben je 3, 4 jaar verder, dan lach je er misschien om over de periode die dan achter je ligt. Dus ja, heel erg gemixt. Ook podcast, wat dat betreft, juist gewoon heel veel verhalen horen. Luisteren naar mensen, vragen stellen. En vanuit daar ook gewoon slimmer worden. En dat kan dus via alle verschillende manieren. Want ik heb ook altijd eigenlijk in de auto ofwel BNR op. Want ik vind ondernemers vaak. Ik vind het ook gewoon tof, zeg maar, hoe mensen uiteindelijk een soort van droom aan het waarmaken zijn. Of aan het najagen zijn. Maar ook met podcasts en zo luister ik. Maar niet, ik kan je niet specifieke podcast noemen, maar ondernemersverhalen triggeren me wel. Ja, en ik snap het, hè? Je zegt, ik spar met andere ondernemers. Ik kan me voorstellen dat je netwerk, bijeenkomsten of dat soort dingen zo nu nog wel opzoekt. Dat je omringt met ondernemers die je verhalen. Zeker doe ik dat, ja. Eerlijk zo. Weet je, wat dat betreft is het ook grappig. Want uiteindelijk, allereerst denk je van, joh, dat zijn allemaal concurrenten. Weet je wel, waarom zou ik mensen wijzer maken? Maar anderzijds, weet je wel, zitten we allemaal in dezelfde fase, in dezelfde uitdagingen, in dezelfde toffe dingen die we meemaken. Ja, waarom zou je het dan niet willen delen? Want uiteindelijk moet je ook een beetje uitgaan van eigen kracht. En op die manier het verschil willen maken. Dus nee, dat doen we structureel. Ik vind het ook altijd heel leuk om dat soort verhalen te horen. Ja, tuurlijk. En jij bent natuurlijk ook weer de inspirator voor anderen. Hè? En daar volgt dan meteen mijn volgende vraag uit. Als jij nou een jonge ondernemer tegenkomt en die zegt tegen jou van, joh, Olaf, ik ga voor mezelf beginnen. In welke branche dan ook. Wat zijn dan de tip van het advies van de ervaren ondernemer? Ja, nou ja, dan zou ik het als tip geven. En daar ben ik zelf ook niet heel goed in. Maar uiteindelijk focus. Want uiteindelijk, je krijgt uiteindelijk als je start als ondernemer zoveel op je bordje. En je kunt van alles willen. Maar je kunt, wat vooral belangrijk is om voor één ding te gaan. En dat op een succesvolle manier uitbouwen. En dan vervolgens pas beginnen met het volgende stuk. Ik ben er niet altijd goed in. Zeker niet altijd goed in geweest. Mijn compagnon is daar veel beter in. Zeg maar, stick to the plan. En dan moet ik ook wel volgen wat ik niet altijd leuk vind. Maar dat is wel uiteindelijk heel belangrijk, ook voor je winstgevendheid als bedrijf. Want je kunt overal wel weer op allemaal nieuwe projecten afrennen. Kost ook heel veel energie, kost ook wel veel tijd en geld. En het gaat uiteindelijk de kosten van je bestaande business. Dus uiteindelijk gewoon focus is belangrijk, denk ik. Maar ook gewoon, ondanks tegenslagen, ook gewoon enthousiast blijven. Ik denk dat het ook wel een beetje ondernemers eigen is. Maar we struggelen allemaal wel eens. En dan is het ook gewoon belangrijk om gewoon wat verder vooruit te kijken. En denken van ja, weet je, dan komt het wel goed als we maar gewoon weer de schouders eronder zetten. Ja. Nou, wat ook vaak helpt, hè, is als je denkt van jemig, wat is dit toch een steile berg. En wat zijn we aan het zwoegen. Om zo nu even stil te staan en eventje om te draaien en te kijken van waar je vandaan komt. Zeker. Het is wel heel zwaar, maar we zijn ook wel best wel heel in het geklommen. En dat is best wel lastig. Weet je, dat relativeren af en toe voor joh. En dat zeg ik ook vaak tegen mijn compagnon. Ik zeg, realiseer je waar we nu, zeg maar, na amper 2 jaar al staan. We gaan vaak in gesprek met andere ondernemers. Die zeggen, joh, in godsnaam, hoe hebben jullie dit al voor elkaar gekregen? En dan denken we, weet je, je gaat van horde naar horde. Maar je vergeet het wel eens om op elke horde even stil te staan en een feestje te vieren. Want je bent dan weer bezig met die volgende horde. En uiteindelijk dat feestje vieren is uiteindelijk wel heel belangrijk. Dat doen we ook te weinig eigenlijk. Ja, mooi, mooi. Hey, mensen die dit zien en ik zelf natuurlijk ook, denk van, jemig, waar kan ik dat snoepgoed van jou nou, jouw product eigenlijk proeven? Als ik dat wil doen, zijn er dan webshops of winkels waar ik naartoe moet? Ja, ik heb veel webshops. Ik kan ze allemaal noemen, maar er zijn veel online webshops. Dus ik heb een webshop gericht op Amerikaans snoepgoed. Dat heet candyfestival.nl. Candyfestival.nl, ja? Ja, super populair bij denk ik, met name jongeren. We hebben een Amsterdamse en een Rotterdamse webshop. Met name een beetje streekproducten. Dus rotterdammetjes.com en amsterdamsebrani.nl. We hebben een webshop die gericht is op geboortemuisjes, maar dan in allemaal kleuren van steden. Dus bijvoorbeeld voor Rotterdam groen, wit-groene muisjes. Voor Amsterdam rood-wit-zwarte muisjes enzovoort. Stadsgenootjes.nl. Maar als je ons nieuwe project wil,
wil proeven, dan kan je ook gewoon naar een dichtstbijzijnde winkel. Want we liggen bijvoorbeeld bij de Albert Heijn en bij de Dekamarkt en bij Poey's en bij Flink en bij de Xenos. En dat zijn dan de Happy Trails, dat zijn chocoladeballetjes. Hartstikke leuk om te proberen en kan dus ook relatief dichtbij. Want voor ieder persoon in Nederland is denk ik een Albert Heijn vaak op een kilometer afstand bereikbaar. Jemig, flinke distributie. Mooi, mooi, mooi. Ja. Overal. Ja, ja. Okay. Nou ja, we zijn er nog lang niet. Hè? Dus uiteindelijk, tenminste, en dat is ook niet omdat ik altijd maar meer wil, maar de realiteit is ook, zeker als je een groot merk wil laten slagen, dan heb je gewoon veel distributie nodig. Nee. En dus uiteindelijk, het zou mooi zijn als wij eind dit jaar zijn we ongeveer verdubbelen in het aantal distributiepunten. Zo. Dat is ook onze ambitie. Eind dit jaar verdubbelen in het aantal distributiepunten. Ja, dat is van 1000 naar 2000 winkels ongeveer. Wow. Dat zijn grote stappen. Mooi. Mooi. Maar als je eenmaal een grote stap hebt gezet, dan kan het ook snel gaan. Ik bedoel, uiteindelijk, als wij als Jumbo, als klant verwelkomen en verwelkomen nog een mooie klant als Spar, dan zitten we in zekere zin al op dat aantal. Dus dat kan snel gaan. Maar goed, die hordes zijn nog niet genomen. Nee. Maar één stap voor stap. Hè? Zo is het. Zo is het. Ja. Mooi. Nou, dan wil ik je heel hartelijk bedanken, Olaf, voor je inspirerende verhaal over jouw ondernemerschap, de groei, het snoepgoed. Interessant. Dankjewel, bedankt. Olaf. Dankjewel, Sipke.